Tijdens de begrotingsbehandeling gisteren is er een discussie ontstaan over het instellen van een nationale dag voor Javanisme. PL-parlementariër Evert Carto heeft de regering gevraagd wat de status is voor het instellen van deze dag. Hij voegde eraan toe dat de vorige regering hier tegen was. En het die groep niet gunde, maar nu zijn wij in de meerderheid dus ga ik ervan uit dat de partijen die aan de macht zijn, de Javaan, die dat dan wel gunnen. De NDP-fractie was er niet mee eens dat de vorige regering daarvan wordt beschuldigd. Suharto Mustaja zei dat toen hij minister van Binnenlandse Zaken was, hij geprobeerd heeft de verschillende meningen in kaart te brengen. Melvin Bova en Ebu Jones gaven aan dat zulke uitspraken etnische spanningen teweeg kunnen brengen. En daarna zegt hij dat de vorige regering tegen was. Kan hij dat verder, voorzitter? Waaruit blijkt dat, geachte spreker? En hij zegt verder dat de regering dat ook niet gunde. Wij ontleden het verder, voorzitter. Heel gevaarlijk, een gevaarlijke etnische snaar die daar wordt gesneden. Maar laat me u de garantie geven, geachte collega. Eigenlijk ben ik een beetje teleurgesteld in uw benadering. Er is nimmer zo'n politiek evenwichtige coalitie, dat wel partij in de coalitie geweest als de NDP. Die ongeacht afkomst, ongeacht de pluraliteit van de samenleving, multireligieus, heeft gezorgd dat het balans deed. Ik voel me geroepen om het op te nemen voor de spreker. Aangezien de spreker, net als ik, onze eerste periode in DNA dient. En kennelijk vanuit enthousiasme uitspraken gedaan heeft die hij eigenlijk anders had bedoeld. Ik ga ervan uit. Want zoals de spreker mij kent, en we hebben een goede band met elkaar, weet de spreker dat Jones en de overige leden, althans van de oppositie, zich nooit zal lenen voor enige etnische spanning van welke aard dan ook. Dus ik zou u meteen willen haasten, spreker. U krijgt de gelegenheid en dat is goed. Wanneer we iets anders hebben bedoeld, dat we het verduidelijken. En ik weiger te geloven dat u had bedoeld dat de vorige regering geweigerd heeft of tegen een dergelijke actie was. Ik weiger dat te geloven en ik geloof dat u uw nader zal uitleggen en het in juiste context zal brengen. Carto gaf hierna aan dat het instellen van deze dag niets te maken heeft met religie, maar met de erkenning van deze doelgroep. Hij hoopt dat de regering zal ingaan op de vragen die hierover zijn gesteld.